De scholen gaan weer open op maandag 6 juli, maar dat geldt alleen voor de examenklassen. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs zegt dat ouders niet bezorgd hoeven te zijn om hun kinderen naar school te sturen. De leiding van het ministerie, de schooldirecteuren, leerkrachten, interieurverzorgers en de vervoerdienst hebben er alles aan gedaan dat de protocollen op de scholen nageleefd kunnen worden. Ferrier snapte de bezorgdheid van de ouders, maar benadrukt dat het alleen de examenkandidaten zijn en de groep dus veel kleiner is dan normaal. Zodat we de klasse van eigenlijk de hele school... zodanig hebben ingericht, en ze hebben het echt gemeten, dat er per klas, moet je voorstellen, normaliter zitten er 30 tot 40 kinderen in de klas, en nu zal het zijn maximaal 12, 13. Nog dichterbij, ja. Dus de klasseindeling, ja, die is behoorlijk aangepast, zodat de afstand ook gegarandeerd kan worden. Maar het is dus erg belangrijk dat die kinderen ook van huis uit goed begeleid worden. Want alles staat of valt met het naleven van de hygiënemaatregelen. Handen wassen, ontsmetten, mondbedekking, zodat dat het eigenlijk een soort automatisme wordt voor de kinderen. Het is niet, COVID gaat voorlopig niet weg. Dus we moeten ons aanpassen en kinderen zullen zich dus ook moeten aanpassen. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn dat je regelmatig je handen wast, dat je niet van elkaar gaat drinken uit je fles, etc. De bewindsvrouw zegt verder dat de schooltijden wat zijn aangepast. Voor de basis- en de VOJ-scholen zijn de examenkandidaten van 8 uur tot 12 uur op school. De examenleerlingen van de VOS-scholen zullen van 7 uur tot 1 uur op school zijn. Een aantal leerkrachten, of veel leerkrachten, zijn al vertrokken naar hun standplaats. Ik heb vragen gehad van kapiteins van de dorpen. Ja, maar kunnen die mensen nu in het dorp komen? U weet, bepaalde dorpen zijn afgesloten. En het COVID-team heeft dus aangegeven, als de mensen geen griepverschijnselen hebben, geen ziekteverschijnselen, dan kunnen ze, en voor de zekerheid, enkele dagen in quarantaine, maximaal een week, in quarantaine in het dorp. Maar wat we dus nu hebben gezien, de voorbereiding, alles is op schema. Waarom is dit nu belangrijk? De toetsen voor de GLO, die zullen zijn in de eerste week van augustus. Voor VOS beginnen we, dacht ik, 27 juli. En VOJ is ook begin augustus. Maar, hallo, we zijn vanaf half maart nu naar school gegaan. Dus de kinderen moeten ook weer in dat schoolritme komen. En daarom is deze maand, van 6 juli tot eind juli, heel erg belangrijk om de kinderen weer eigenlijk de kans te geven om de stof van eerste en tweede kwartaal te herhalen. Om er weer goed in te komen, zodat wanneer ze die toets gaan doen, begin augustus, ze ready zijn. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie. Aanstaande maandag gaan de scholen open voor de kinderen die examens moeten maken. De examens worden begin augustus gemaakt.